Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Branded by Matthijs. Zou het zo kunnen zijn dat jij deze video bekijkt en nog geen abonnee bent van mijn YouTube kanaal? Geen probleem, kun je oplossen. Klik even op abonneer en zorg ervoor dat je geen enkele video mist, want er komen er sowieso 2 in de week online, net zo goed als de podcast. En daarnaast komt er nog allemaal andere toffe video's bij. Dus abonneer je, dan blijf je op de hoogte en zul je ook op de hoogte worden gehouden als we op vrijdagochtend opnieuw live gaan. Want daar wil ik je ook even over bijpraten. Ik ben een nieuw concept gestart, dat heet Friday Live. En tijdens Friday Live ga ik met diverse ondernemers in gesprek. Kwartiertje, 20 minuten, direct to the point. En gaan we kijken of wij ook daar weer zoveel mogelijk mensen kunnen inspireren en motiveren het maximale uit zichzelf te halen. Dus lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan even aan op matthijskok.com/live. En lijkt het je leuk om te kijken? Volg me dan, want we gaan op zoveel mogelijk social media kanalen tegelijk live. En je kunt me dus volgen via de handle Ask Matthijs. Welkom bij de Branded by Matthijs podcast. De podcast over branding, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Goedendag luisteraars van de podcast. Wat ontzettend leuk dat jullie ook deze editie weer luisteren naar de Branded by Matthijs podcast. Vandaag weer een hele speciale editie, want ik las laatst een artikel op Marketing Facts over merken en de impact die zij op dit moment wel of niet hebben in verhouding tot de coronacrisis, waar we nu natuurlijk met elkaar middenin zitten. En onderaan het artikel las ik, of eigenlijk bovenaan al, dat het geschreven was door Ronald Voorn. Dus wat ontzettend leuk dat je mee wilt doen in de podcast, Ronald. Ja, dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik gevraagd ben. Normaliter, als je onderzoek doet, gebeurt dat niet zo snel, maar ik doe het met zeer veel plezier. Hartstikke goed. Het is ook een interessant onderzoek, gestaafd met cijfers inderdaad. En dat maakt het natuurlijk nog weer veel interessanter. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen en nog niks van jou gelezen hebben, zou je jezelf eens willen voorstellen aan de luisteraars? Ja, mijn naam is Ronald Voorn. Ik heb een carrière tot nu toe achter de rug van 10 jaar reclame. Daarna in de marketing. Bij Heineken vooral wereldwijd actief geweest. Daarna ook managing director in een aantal landen. 2011 terug naar Nederland. We wilden weer heel graag bij de kinderen zijn. En het managen begon me steeds minder te bevallen. Het gaf me steeds minder energie. Okay. Dus ik was ook op zoek naar een nieuw ding in mijn leven. En ja, eigenlijk kwam ik uit bij het cirkeltje rondmaken. En dat is namelijk dat ik ooit gesjeesd ben als leraar Franse geschiedenis na de middelbare school. Ja. Dus ik denk, ik wil weer onderwijs in. Dat is 1 ding. 2, ik wil weer studeren. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar voor mij de meest aantrekkelijke studie. Dat was marketingcommunicatie. En op dat moment was Twente de hoogst scorende universiteit op dat gebied. Ja. Ik ben vanuit Curaçao daar naartoe gevlogen nadat ik een afspraak had gemaakt. Toch even te overleggen van of dat nou nog wel ging, weet je wel. Ja, ja. Fan van, wat was ik toen, 54 of zo, tussen allemaal jongeren van 22, 23. En was dat ook zo? Ja, het was een voltijdstudie. Ja. En nou, ontzettend hartelijke ontvangst gehad daar, rondleiding over de campus. En de professoren die stelden me ook gerust. Ik heb er toen 2 gesproken en die zeiden ook van ja, als je 2 maanden weer bezig bent, dan kom je toch weer in een oud ritme terecht. En dat moet best lukken als je gewoon de motivatie ervoor hebt. Ja. En dat zijn vervolgens 2 ontzettend leuke jaren geworden. Wat gaaf. In mijn leven, waar ik heel veel jonge vriendjes en vriendinnetjes erbij heb gekregen. Wat leuk zeg. Heel nieuw jong netwerk om me heen. En ja. Ja, dat was gewoon, ja, die waren net zo oud als mijn eigen kinderen. Dus dat was op zich was best wel interessant. Maar dat is nogal een stap, Ronald. Dat is nogal een stap. Want als je, bedoel, internationaal, Heineken, ik kan me voorstellen dat in mijn hoofd komt de term gouden kooi naar boven. Hè? Van je zit toch wel met een bepaald, denk ik, salaris en allerlei voorwaarden waar je dan maar zo eens even afscheid van moet nemen. Ja. Dat is nogal een stap. Ja. Nee, maar ik had gelukkig genoeg gespaard dat ik me het ook kon veroorloven om gewoon op een andere manier te gaan leven, zeg maar. Ben ondertussen ook docent geworden aan de Hogeschool Utrecht. Later ook na mijn studie in Twente. Ik doseer consumentenpsychologie en marketingcommunicatie in het masterjaar in Twente. En deed tot voor kort hetzelfde in Utrecht aan de Hogeschool. Maar houd me nu vooral bezig met onderzoek doen. Ik ben ook senior onderzoeker. Ben ook bezig met mijn PhD in Twente. Ik doe onderzoek naar de
de rol die menselijke waarden spelen bij het nemen van beslissingen door consumenten over merken. Ja, ja, ja. En dit onderzoek wat ik net gehouden heb, was daar onderdeel van eigenlijk. Omdat mijn gewone dissertatieonderzoek eigenlijk niet kan op dit moment. Want ja, iedereen is toch een beetje potentieel van het padje. Ja, ja. Of uit zijn normale doen, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk, ja. Weet je wat, ik ga hem omdraaien. Ik ga juist gebruik maken van wat er nu is. En toen kreeg ik ineens een idee van, ik dacht, nou, dan kan het wel heel relevant zijn, ook in het kader van mijn dissertatie. Als ik dan ga kijken hoe merken eigenlijk acteren. Want het begon mij op te vallen dat ik allerlei verschillende marketingactiviteiten zag van merken. De een deed wat met zijn product, de ander deed wat met zijn distributie, de ander deed wat met zijn prijs. Dat waren vooral corporate merken, Shell bijvoorbeeld en Unilever, die echt gewoon grote bedragen doneerden, Coca-Cola. En dat was voor mij wat ongeschikt, want ik wilde niet naar corporate merken kijken, ik wilde echt naar productmerken kijken. Ja. En een aantal merken die met advertenties begonnen, hè, de zogenaamde inhakers. Om de boodschap van afstand houden te ondersteunen, zag je dat bijvoorbeeld van, ja. Dat die merken hun logo's uit elkaar trokken. Je hebt McDonald's, die hebben die M toen uit elkaar getrokken. Je had Coca-Cola en nog een aantal andere mensen hadden een hele mooie advertentie van Nike. Die ook mensen opriep om binnen te blijven. Kortom, er waren allerlei merken op allerlei manieren bezig. En ik had zoiets van, ja, wat weten we hier nou van? Ja, wat is het hier, werkt het nou? En wat werkt dan het beste? Toen had ik ineens een idee. Toen was het zo van, ja, jeetje, dat kan ik ook onderzoeken. En toen heb ik heel snel met een aantal mensen om me heen, mijn begeleiders en een aantal vriendjes die ook in het vak zitten, gewoon een concept bedacht voor een onderzoek. En heel veel hulp gehad, ook van een panel inzicht. Dat is een panelbureau waar je onderzoek bij kan uitzetten. Die hebben een heel groot consumentenpanel. Ja. Die ook meteen mee wilden helpen en meedenken en zo. Nou, en de rest is history. Ja. Anderhalve week geleden ging het artikel, het verslag ervan live. Dus alles bij elkaar, van opzet tot en met blogpost, was het 5 weken of zo. Het was een rap. Bedenken, opzet. Ja. Uitvoeren, data analyseren en het blog schrijven. 5 weken tijd. Ja, snel. En nu inmiddels meer dan 20.000 views van het artikel. Meer dan 7.000 mensen hebben het gezien via mijn eigen LinkedIn-post. Ja, dat gebeurt niet vaak. Nee, het is natuurlijk super relevant, hè? Nee, in de wetenschappelijke wereld is dat vrij uniek. Ja. Dus ja, dat zijn andere manieren van impact, maatschappelijke impact hebben. En dat is weer heel belangrijk in het kader van mijn Utrecht-activiteit. Nou, daar zit ik in het lectoraat Marketing en Customer Experience. Ja. En daar hebben we 2 leerlijnen. Eentje houdt zich bezig met Customer Experience en de andere houdt zich bezig met merken en maatschappij. En dat is vooral, zeg maar, de lijn waar ik actief op ben, merken en maatschappij. Dus ja, het viel allemaal eigenlijk zo in een trechtertje. In elkaar, dat het was. Ja. Goed zeg. En ontzettend leuk om te doen. Ik moet ook zeggen dat ik er heel veel energie van kreeg. En ook van de reacties van mensen en de vragen. En ook discussies. En dat is prima. Ik heb zoiets van, nou, dit wil ik eigenlijk wel gewoon elke week doen, weet je. Ja. Het is gewoon ontzettend leuk werk. Laten we nog eens even teruggaan naar het onderzoek zelf dan. Hè? Want ik heb het natuurlijk gelezen, maar de meeste mensen die dit nu horen, die hebben alleen maar een introductie gehoord. Wat heb je precies onderzocht? Nou, in de eerste plaats moet je altijd rekenen met onderzoek dat je altijd beperkingen hebt. Hè? Je moet altijd zorgen dat je binnen een bepaalde tijd bepaalde vragen kan stellen. En dat mensen die ook, dat ze niet moe worden tijdens het afleggen van die test. Zodat ze daarna de interesse zakt en je resultaten minder bruikbaar worden. Dus je zit altijd met beperkingen wat je kan doen. Nou, wat ik heb gedaan, ik wilde eigenlijk een experiment starten waarbij ik mensen random, dus volledig willekeurig, aan een groep toebedeeld worden die een bepaalde uiting kreeg te zien. En ik wilde op echte uitingen ook de effecten weten. En dan zit je altijd meteen met een probleem, want dan telt het merkeffect ook mee. Ja. Hè, dat is als Coca-Cola hetzelfde zou doen als weet ik veel, noemen ze een merk, Bavaria. Ja. Dan zou het wel eens een heel ander effect kunnen hebben. Vooral om de merklading die dat ene merk meeneemt versus de andere. Precies, nou, ja.
dan moet je dus zorgen dat je controle situatie hebt. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb dus de echte acties van die merken ook getransplanteerd eigenlijk, zeg maar, naar een onbekend merk. Mobella heet dat. En dat check je dan ook. En dat blijkt ook gewoon dat 85% van de mensen gewoon het merk inderdaad niet kenden. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Achteraf kwam ik erachter, en dat had ik natuurlijk moeten checken, dat is een fout geweest, dat merk wel degelijk bestaat in Nederland. Ja. En ik dacht, oh, wat heb ik een leuke naam verzonnen. Iets met modeketen. En dat is Ella, de Italiaanse modeketen, gewoon een fan. Blijkt er gewoon, Dori, blijkt er gewoon een Mobella te bestaan in Almere. Oh jee. Daar kwam ik achteraf pas achter. Iemand uit mijn team die zag dat. En die blijken een website te hebben waar je thuiskappers kan regelen, thuismasseurs, thuispedicures, weet ik wel allemaal wat. Wel relevant. Dus totaal niks te maken met mode, dus wat dat betreft zat ik goed. Ja. Maar ja, de controle liet ook zien dat 85% van de mensen het merk niet kennen. Dus ik heb wel een advies voor de echte Mobella, kom eens een keer praten, want er is nog wel wat te doen. Dus ik heb een onbekend merk genomen en die heb ik dan in dezelfde acties als de echte merken laten doen. Wat heb je dan vervolgens gedaan? Ook om ervoor te zorgen dat de uiting ook niet door zijn vormgeving beïnvloedt. Ja. Want het ene merk maakt het mooier dan het andere merk, of althans in de ogen van de mensen die naar kijken. Dus ik heb ze allemaal hetzelfde gemaakt. Voor de productaanpassing, zoals bij had ik Bavaria en dan had ik Mobella ook. En Bavaria die bracht dan een hand sanitizer in het echt. Mobella deed dan, ging kleren maken voor iets vergelijkbaars, kleren maken voor verpleging. Ja. Dus allebei directe bijdrage aan het probleem bij de verpleging. Dus daar was de gelijkwaardigheid erin. Ja. Puristen kunnen dan nog over discussiëren in het wetenschappelijk veld. Maar goed, dit was even bij beste mogelijkheid een benadering. Om die voorwaarden hetzelfde te houden. Ja. Kleindochter binnen, sorry. Leuk. Moet erbij. En dat heb ik bijvoorbeeld bij. Ik had Honig, benefietconcert voor inzamelen van geld voor het Leger des Heils. Nee, sorry, voor de voedselbank. Daar had ik Mobella gaat benefietconcert doen voor het inzamelen van geld voor tweedehands kleding bij Leger des Heils. Wat dus goed zeg. Het was allemaal wel redelijk gematcht met elkaar. Ook, ja, een soort congruentie tussen het product en wat het deed. En Mobella kan natuurlijk niet hetzelfde doen per definitie als een ander merk. Die moet een beetje binnen zijn eigen sfeer blijven. Nou goed. Derde was, even kijken, benefiet, product hadden we. Oh ja, distributieaanpassing. Dat was Jumbo, die had een pop-up store geopend waar mensen in een ziekenhuis, waar de verpleging zijn boodschappen kon afhalen. Die konden ze van tevoren bestellen en dan konden ze 's avonds na een dienst of 's ochtends konden ze dat pakket tegen gereduceerde tarieven ophalen. Dat was een ontzettend leuke actie die heel veel sympathie creëerde. Die hebben ze maar, geloof ik, in één gebied gedaan, niet in heel Nederland trouwens. Maar goed, anyhow, het was een mooie actie en daar hebben Mobella heeft toen een kledingset van ondergoed en t-shirt en sokken. En die mensen hebben ook geen tijd om te wassen. Dus dan kon je daar gewoon heel voordelig dat soort kleding kopen. En dan had ik de advertentievoorbeeld van Coca-Cola. Met dat billboard waar ze die letters van Coca-Cola uit elkaar trokken. Ik denk, nou, dan ga ik met Mobella hetzelfde doen. Ja. Dus daar heb ik in de test heb ik daar een fotomateriaal van een ander modemerk gebruikt. En daar de merknaam over geplakt en het merk uit elkaar getrokken. En het is exact hetzelfde wat Coca-Cola deed in haar uiting. Ja, ja. En daar dus had je 8 groepen van mensen, 8x100 mensen in dit geval. En je werd dan random toegedeeld. En dan had ik ook nog 2 controlegroepen. Eentje voor de bekende merken en eentje voor het Mobella-merk. Die de uitingen helemaal niet te zien kregen. En waar wel voor zover relevant, dezelfde vragen werden gesteld, zodat je kan vergelijken van als je nou niet die uiting hebt gezien, bijvoorbeeld van Bavaria, is dan bij de groep die dat niet heeft gezien, is daar de merkwaardering lager dan bij de groep die het wel gezien heeft. Dus dat was nog een extra controle. En daarnaast had ik nog een controle in de vragenlijsten zelf van, begrijpen mensen eigenlijk wel wat ze gezien hebben? En dan konden ze kiezen uit mogelijkheden die ik van tevoren getest had. Ja. Om te controleren of ze het wel begrepen hadden. Ja. Ik weet waar zij uitspraken over hebben gedaan.
En dat ze dat goed opgevat hebben, want dat is een soort test van je experimentmateriaal, zeg maar. Ja, en dat hebben we toen een hoop testen. een hoop testen en een hoop controles. Zover als mogelijk. Hè. Dus er kunnen altijd nog fouten in zitten. Ik bedoel, dat is gewoon het wetenschappelijk proces. Ja. Je krijgt het nooit helemaal perfect, maar je maakt afwegingen. En deze afweging was voornamelijk om die mensen in verschillende groepen te stoppen, om geen kruiseffecten binnen een groep te krijgen. Dus dat was het meest clean opzet. Ja. En zou het ook anders zijn op het moment dat je het onderzoek nu nog een keer doet onder dezelfde mensen? Nou ja, dat is dus... De theorie zegt dus, als je dat goed hebt gedaan, dat het dus repliceerbaar is. Dus je zou hetzelfde moeten vinden, tenzij er in de omstandigheden iets zo veranderd is, dat daardoor dan ook de antwoorden veranderen. Ik bedoel... Maar het verandert gevoelsmatig, kunnen, toch? Weet je, als het nu bekend zou worden vandaag dat er een vaccin is... Precies. En dat dat al volgende maand beschikbaar is in Nederland, dan krijg je waarschijnlijk een hele andere gemoedstoestand. Ja. En dat zou een effect kunnen hebben. Maar is het ook niet de tijd en het feit dat mensen nu... Sorry. De tijd en dat mensen nu meer gewend zijn aan... Hè, in het begin was iedereen natuurlijk een beetje overdonderd en waren angstiger. En nu is dat natuurlijk al weer anders. Het zou kunnen. Het ligt er een beetje aan hoe je dat meet ook. Ik heb dat ook gemeten, want ik had ook een aanname en die is dan niet uitgekomen. Naarmate mensen ongeruster zouden zijn, dat ze de acties hoger zouden waarderen. Maar ik heb geen enkele indicatie in al mijn analyses gehad dat ongerustheid op welke manier dan ook in verband staat met een van de verschillende soorten andere vragen die ik in het onderzoek had. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe meet je ongerustheid. Daar kan je ook nog heel lang over discussiëren. Ik ken een ander onderzoek die ook op dit moment elke week lopen in Nederland, de merkmonitor. En daar lijkt het wel of ongerustheid leidt tot het kopen van meer bekende merken. Want mensen zoeken dan naar zekerheid, dat zou dan de verklaring zijn. Terwijl ik aan de andere kant weer gegevens heb via een vriendje van mij bij GfK. Die gewoon de echt harde salesdata hebben gewoon. Net zoals Nielsen. Ja. En daar zie je dat bekende merken absoluut niet meer groeien op indexbasis dan de eigen merken. Ik had meer verwacht dat eigen merken ook zouden gebeuren vanwege economische problemen. Ja. Maar dat is nog niet te zien. De index van huismerken staat op dit moment op 101 tot en met april. Dus tot en met eind april gemeten bijvoorbeeld. Maar dat is even... Dus dat is helemaal nog niet... De vraag voor jou. Ja. Precies. Oké, en wat zijn dan de belangrijkste uitkomsten geweest van het onderzoek? Een van de meest opvallende... Er waren er eigenlijk twee die ik heel opvallend vond. In de eerste plaats dat er toch een behoorlijke ergernis is over merken die op dit moment adverteren of anderszins onder de aandacht proberen te komen. Ja. Dat was echt een derde had er echt gewoon hekel aan. Ik heb nog even gezocht van kan ik nou echt gewoon vergelijkingsmateriaal vinden van hoeveel mensen er zich nou echt erger aan advertising in zijn algemeenheid en zit er dan een verschil tussen die twee? Ja. Dat was ik gewoon gezien de tijd niet toe in staat omdat het snel genoeg ook wetenschappelijk verantwoord met elkaar te vergelijken, want dan moet je goede bronnen hebben. Maar we weten natuurlijk dat er sowieso veel mensen zijn die hekel hebben aan advertising in zijn algemeenheid. Kijk, 25% van de mensen heeft ook een blokker geïnstalleerd. Ja. Dat zou wellicht met elkaar ook kunnen overeenstemmen. Wat je wel ziet is dat die mensen dus ook inderdaad gewoon op allerlei merkscores lager scoren. Dus dat is sowieso een feit. Ja. Iets wat ik niet vermeld heb, want ik wil ook nog wel wat overhouden voor wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek, is één van de dingetjes die ik niet vermeld heb. Als je dan naar leeftijd gaat kijken, dat was ook wel, vond ik wel grappig, dat het vooral jongeren zijn die de acties hoger kunnen waarderen, dus tot 40 noem ik dat, jongeren. Ja. 40, dat ze significant meer waardering hadden voor de acties dan ouderen. En dat ouderen ook totaal minder minder van plan zijn om die merken aan te bevelen aan anderen. Ja. Nou, dat is één ding. Wat daarnaast natuurlijk de belangrijkste uitkomst was natuurlijk dat, en dat had ik ook verwacht, dat aanpassingen van het product die direct het probleem aanpakken,
zoals die hand sanitizer, zoals die kleding van Mobella, dat gewoon in mijn onderzoek gewoon het hoogste scoorde. Dat betekent niet dat er geen andere dingen te bedenken zijn die nog hoger scoren of lager zullen scoren, ook afhankelijk van het merk natuurlijk, omstandigheden. Ja. Maar het product kwam er over in het algemeen het allerbeste uit. En allemaal jong goed hier vandaag. Ik krijg ineens een puppy binnen, zie ik. Gezellig. Er is een klein labradortje in mijn beeld. Ja, leuk man. Dat was wel opvallend. Maar het aardige was dat als je nog wat kijkt, dat scoorde allemaal heel hoog op een waardering voor de actie, waardering voor het merk na het zien van de actie. Ja. En op een aantal componenten die ik niet vermeld heb. Maar dan het allerlaatste, ga je dat merk, ben je dat van plan dat aan te bevelen? En word of mouth intentie is een proxy voor ook verkoopeffecten. Ja. Dan zie je dat ineens het merk, de merklading die men heeft, de overhand neemt. Dus daar zag je Bavaria niet als hoogste score, wat ik wel verwacht had op basis van de actie en de eerdere resultaten. Nee, daar zie je gewoon dat Bavaria lager scoorde dan Jumbo. Daar gaat ineens Jumbo met die pop-up store, gaat de pop-up store ineens omhoog. Dat heeft gewoon alles te maken met de merkkracht, de betekenis ook. Ja. Dat heb ik ook meegemeten, maar daar heb ik één zinnetje aan besteed. Ik heb gekeken naar de waarden die mensen belangrijk vinden, de waardeprioriteiten, omdat dat heb ik ook nodig in mijn dissertatie. Ja. En daar zie je dat als je gaat kijken naar de mate van congruentie, hè, dus de mate waarin mensen het gevoel hebben dat dat merk overeenkomt met de waarden die ze zelf heel belangrijk vinden, dat kan je testen. Daar komt gewoon uit dat Bavaria veel lager scoorde op die waardecongruïteit, ook behoorlijk lager, tenminste in wetenschapstermen behoorlijk lager, ja, dan Jumbo. Jumbo die pakte daar gewoon echt gewoon een hele hoge score in relatie tot alle andere scores van andere merken. Ja. En dat is gewoon een verklaring, dat betekent gewoon weer van als je dit doet, zorg dat mensen dat je ook duidelijk iets doet waarvan iedereen meteen weet van dit is meer in het belang van de maatschappij dan van het merk, want dat bleek ook enorm van invloed te zijn. Ja. Dat is een hele mooie graadmeter. Dus dat is een soort van, het gevoel wat ik nu heb is van ik heb een soort maat eigenlijk ontdekt op basis waarvan je dan beslissingen kan nemen. Waarbij je zegt, nou, naarmate mensen meer het gevoel hebben, en dat kan je heel snel zelf testen, met gewoon even 30 mensen iets voorleggen, bijvoorbeeld, dan kan je meteen heel snel een indruk van, vind je dit nou meer in het belang van de maatschappij dat het overkomt, of meer in het belang van een merk? Nou, maar als het echt meer in het belang van de maatschappij is, of ergens tussenin, dat betekent gedeeld belang, hè, als je middenin scoort op zo'n schaal, dan zal het je merk ook waarschijnlijk gewoon goed doen. Dan weet je ook een andere onderzoeker. Als mensen het gevoel hebben dat het merk echt iets doet voor anders dan zijn eigen belang, dan is het zelfs zo sterk dat als je het goed doet, dat men zelfs de kwaliteit van het echte product zelfs beter begint te waarderen. Ja. Terwijl je niks aan het product hebt veranderd. Nee. Dus dat heet de benevolent halo effect, heet dat. Dat weten we uit een andere stroom van onderzoek dat het zo werkt. Nou, dat is. Dat zijn de purpose-gedreven merken dan, hè? Om daar maar eventjes in. Dat voor purpose, ja, exact. En voor purpose geldt precies hetzelfde. Ja. Als je het echt voor je omgeving doet, je bent daar overtuigend in, oprecht in. En met name dat je laat zien dat zelfs als het je geld kost, dat je toch inderdaad van zo'n purpose richting beslissing neemt, in plaats van je winst. Precies, ja. Als het achter de toonbank ook allemaal klopt, zoals ik het altijd noem, dan kan het een positief effect hebben. Ja. Maar dat is alweer het verschil als het is een marketing truc. Hè? Het is een, nou, dat is sowieso. Mensen zijn natuurlijk cynisch geworden en terecht. Ik bedoel, er gebeuren dingen waarvan je denkt van, nou ja, als ik die marketeer in mijn team gehad had, hadden we toch wel een behoorlijk ernstig gesprek gehad. Ja. Kijk, je zit ook met een religieuze component. Dat heb ik niet uitgezocht, maar dat geldt volgens mij wel. Er zijn een heleboel mensen in Nederland die zijn opgevoed met het begrip van
laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Ja. Hè, dus je doet goed, maar je gaat er niet over praten. Dat doe je in stilte, dat is het meest chique ook. Ja. Dat doe je omdat je vindt dat je dat moet doen en daar hoef je niet zo over bocherig over te doen. Nee. Dat doe je ook niet om er zelf beter van te worden, letterlijk. Nee. Ja. Dus daar zit een soort spanningsveld. Misschien ook wel een idee, leuk idee voor volgend onderzoek. Maar daar zit een spanningsveld. Maar over de bank genomen, als je zeker weet dat je het doet in het belang van de maatschappij, dan ga je er gewoon positieve effecten van zien. Ja. Voelen. Of die langdurig zijn, dat durf ik niet te zeggen, want dan moet je het vaker voor doen. In die situatie die we nu hebben is redelijk uniek. En dan vervolgens wat je ziet is van, het moet ook wel passen bij waar je voor staat als merk en wat je tot op heden gedaan hebt. Ja. Je moet consistent blijven. Het moet binnen je beleid, het moet duidelijk zijn voor de mensen die ernaar kijken, die het aanvoelen. Ja, dit is logisch. Ja. Dit voelt als een logische verbinding met wat dat bedrijf al eerder deed. Ja. En ik heb de indruk dat bij advertenties, dat dit type van inhaken binnen dit onderwerp, hè, want als Nederland van Mexico wint of weet ik veel wat voor soort van omstandigheid in de maatschappij, en je speelt er op een andere manier op in, dan kan het ook positieve effecten hebben. Ja. Een collega van mij heeft er ook veel over geschreven, Susanne de Bakker. En we hebben een heel project in gedaan, een aantal andere onderzoekers ook van de Hogeschool Rotterdam. Ja, die kunnen effect hebben, maar als de aanleiding moet ook gewoon erbij passen. Ja. Dus als je dat doet op zo'n moment met zoiets als dit, waar mensen aan doodgaan, waar mensen hun opa en oma niet kunnen zien met de kleinkinderen of zelf niet, ja. Waar je afstand... Heel veel emotie, ja. Wij kennen dat allemaal. We zijn natuurlijk allemaal gezinnen, we hebben allemaal vrienden, we horen allemaal de verhalen. Ja. Mijn kleindochter hier is en afstand moet houden en bij het weggaan gewend is om een knuffel te geven of een kusje. Ja, krijgt kan ineens niet. Nee, je mag opa niet kussen. Ja, ja dat komt heel vreemd over. Weet je? Ja. Dat komt er echt aan. En als je dan als merk dan zo'n advertentie doet, dan kan het ook als een beetje jopie-popie en ongepast overkomen. Ja. Nou, dat heb ik niet gemeten, dus daar kan ik geen uitspraak over doen, moet ik dan zeggen. Je vindt er wel iets van. Maar je vindt er wel iets van. Nou ja, ja wel, maar ik moet natuurlijk binnen mijn onderzoek, binnen het kader van mijn onderzoek blijven. Ja. Ook in termen van de uitspraken die ik over doe. En daar mag ik best wel een aantal filosofieën over hebben, over filosoferen wat dan de verklaringen ervan kunnen zijn. Maar ja, dat is dan het leuke altijd met onderzoek. Dan krijg je al zo'n zinnetje van needs further investigation. Ja, 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 ja. Bijna heel veel wetenschappelijke artikelen zie je dat staan. Ja. Calls for more research. Ja, dat is het ook. Ik bedoel, dat is ook een beperking van wetenschap. Je bent met zo'n klein gebiedje bezig. En door je onderzoeksopzet vereist het dat je ook zo concentreert op zo'n echt hele kleine onderdelen. Terwijl de context vaak veel groter is, veel ingewikkelder, veel meer variabelen zijn die elkaar onderling ook weer kunnen beïnvloeden. Ja, dat maakt het ook dat we gewoon een heel mooi vak hebben. Ja. Maar ook razend moeilijk. Best ingewikkeld. Alhoewel er wel wat simpele dingen zijn waar je aan moet houden. Goed, ja. Leuk. Weer te lange antwoord op een korte vraag. Nee, hartstikke goed. Dat is alleen maar goed voor de podcast. Ja, maar ik luister dit. En dan denk ik, oké. Ja. Goed onderzoek, goed onderbouwd. Maar 90% van de mensen die dit hoort is geen corporate en kan zich niet vergelijken met een Jumbo of een of Bavaria of wat voor merk dan ook. Dus, nee. Dus als ik dit hoor, moet ik er nou juist wel of moet ik er nou juist niet aandacht aan besteden? Ja, nou dat is een andere vraag. Die heb ik, dat ga ik dus even van dit onderzoek af. Af, ja. Als je kijkt naar crisissen in zijn algemeenheid en wat er over bekend is wat je met merken wel of niet moet doen. Daar is, bij elke crisis is daar onderzoek naar gedaan. Ja. Er is al meer dan 100 jaar onderzoek bekend over wat zijn de effecten van adverteren, communiceren, als je dat ruimer neemt, met merken tijdens crisis.
Wat daarin opvalt is dat in zijn algemeenheid geldt dat als je je share of voice op peil houdt en het liefst nog weet te vergroten, dat je daar uiteindelijk baat bij gaat hebben als merk. Dat is gewoon puur marketing communicatie beslissing. En je media investeringen. Zorg dat je share of voice minimaal gelijk blijft. Als jouw concurrenten allemaal minder gaan uitgeven, dan zou jij ook minder kunnen uitgeven. De vraag is of je het in dezelfde mate moet doen. Ja. Je kan het waarschijnlijk verstandiger, een beetje minder dan de concurrenten, waardoor je share of voice versus de oude situatie toch stijgt. Ja. Dan ben je dus meer onder de aandacht. Dat helpt de saliëntie van je merk, oftewel de mentale beschikbaarheid. Ja. Met alle associatiecomponenten die er ook een rol in spelen met je merk, om je merkbeeld te bouwen. Daar profiteer je van. En dan blijkt het uit, dat was een onderzoek van Leeflang. Uit mijn hoofd, ja, was het Leeflang? Ja, ik geloof het wel. Het was een ander onderzoeker, ik ben even zijn naam kwijt. Een heel groot onderzoek in 2011, waarbij ze over 1700 verschillende bedrijven de bedrijfsresultaten geanalyseerd hebben over de crisis daarvoor. Ja. En waar ze geld aan besteed hebben. Dat waren twee componenten waar ze keken naar hoeveel geïnvesteerd in innovatie, hoeveel geïnvesteerd in advertising. Ja. En ook daar bleek dat het gewoon helpt als je dit principe aanhoudt. En dan geldt het met name, dat was wel het leuke, dat ze hadden een onderscheid gemaakt tussen producten waar je langere tijd mee deed. Hè, de duurzame goederen en de minder duurzame die je elke dag nodig hebt. Dan blijkt het met name te gelden voor de duurzame. Omdat de meeste mensen in de economische crisis die we hebben gehad, en want deze medische economische crisis, ja, bij niemand van ons heeft dat ooit meegemaakt. Tenzij je de griep van, 1916 overleefd hebt. Maar daar zie je dat vooral het goede effect komt bij duurzame producten. Dus want mensen stellen die aankopen bij een financiële crisis uit. Ja. En als je dan toch zeg maar vooraan in dat brein zit, en ook makkelijk te vinden bent, hè, online of in een winkel of waar dan ook, met welke fysieke beschikbaarheid, dan heb je daar voordeel bij. Ja. Nou, is op zich vreemd, hè, want je ziet juist dat al met je merk tijdens een crisis, niet dat ik heb kunnen vinden. Nee. In wezen, kijk, dan denk ik ook als marketeer of als managing director of ex-managing director. En dan denk ik van, ja, weet je, prioriteit nummer 1 is overleven. Dat is heel simpel. Dat geldt voor ZZP'er, dat geldt voor een kleine onderneming. Je moet overleven. Je moet doen wat nodig is om te overleven. Niet tegen alle ethiek in, uiteraard. Maar je moet doen wat nodig is om te overleven. Nou, als dat dan nodig is dat je minder marketinggeld beschikbaar hebt. Ja, nou ja, het zij zo. Jammer dan. Ja. Helemaal op het moment dat je de media goedkoper kan krijgen, zoals nu. Want die zijn ook nog een keer in de aanbieding. Dus het zij zo. Ik bedoel, wie ben ik om daar wat van te zeggen? En wie is welke marketingman of guru op welk gebied dan ook? Want dat zie je wel gebeuren, hè? Dat mensen wat juist van te zeggen, weet je. Ja. Ik zou zeggen van doe wat je kan. Ja. En doe dat dan, zelfs als is het op kleine schaal in je directe omgeving. He, want je hebt meer stakeholders in je bedrijf of je organisatie dan alleen maar de directe klant. Ja. Het kan ook zijn voor je toeleveranciers, het kan zijn voor de buurt waar je in opereert, waar je vestiging hebt. Het kan zijn voor de verenigingen in jouw stad, het kan zijn voor de gemeente of voor de provincie. Er zijn legio mogelijkheden om goed te doen. Heel simpel, als je goed wil doen, dan kan je goed doen. Ja. En dat is gewoon aan ieder zelf om dat te doen. En het belangrijkste is ook, denk ik, dat je goed doet over de hele linie. Hè? Want we hebben het nu natuurlijk vooral over hoe ga je je marketing inzetten. Ja. Maar we hebben juist de voorbeelden gezien van bedrijven die nu juist beslissingen nemen die zoveel afbreuk doen aan aan de merkbeleving die we hebben. He, door bijvoorbeeld leveranciers langer uitgesteld te betalen, door de overheid het handje op te houden bij de overheid, terwijl je feitelijk gezien vorig jaar nog enorm veel dividend hebt uitgekeerd. He, dat soort dingen. Boeking. Nou ja, bijvoorbeeld. Hey, ja, die hebben aandelen teruggekocht tot in de miljarden en die gaan nu hun hand ophouden. Ja, precies. Bij de tweede steunronde, nou, een heel lang verhaal, ander onderwerp, maar... Nee, maar dat is volgens mij ook branding, hè? Dat is ook heeft ook impact. Dus daar moet je niet alleen maar denken over, oké, ga ik nu wel of niet
mijn mediabudget terugschroeven en ga ik goed nadenken over de boodschap? Nou, je moet daar een slag om de arm in houden, vind ik. Zou dat moeten doen. Ik zie regelmatig allerlei reputatiedeskundigen, met alle respect voor hun opleidingen, prima mensen, keurige gasten vaak, die in hele nette woorden weten aan te geven wat je wel en niet goed doet. Ja. En dan ook meteen zo'n belerend dat vingertje, weet je wel. Luister, ik bedoel, als er nou één merk is die een groot schandaal heeft veroorzaakt, Volkswagen, bijvoorbeeld. Wat is er gebeurd met de omzet van Volkswagen na het schandaal? Ik heb geen idee. Ik denk dat gestegen. Oh, echt? Ja, het is gestegen. Oh, dat bedoel, het is nu even een ander verhaal met auto's kopen tijdens een crisis. Maar er zijn zoveel voorbeelden te vinden van reputatieschade dit en reputatieschade dat. En deze merkdeskundige versus die merkdeskundige. En wat erg allemaal. En als je nog gaat kijken in de praktijk wat er nou daadwerkelijk gebeurt en wat daadwerkelijk de effecten zijn. Nou, dan moet je het wel heel grof maken en dan moet je het ook herhaaldelijk doen. En dan kan je misschien een effect vinden, maar zo'n faux pas van deze schalen, ja, dat is iets heel anders dan een giffabriek in Bhopal die vanwege mismanagement ontploft en waar duizenden doden bij vallen, weet je. Ik bedoel, dit is voor veel mensen toch te ver van mijn bedshow, dus of het op een of andere manier echt effect heeft, ja, dan heb je wel zo'n reputatiemonitor, zo'n tracker en zo, en dan zie je dan een dipje. Snap ik. Nee, maar de punt wat ik wou maken is dat je kunt, als je dit luistert, nu je druk maken over ga ik nu mijn mediabudget terugschroeven, en wat natuurlijk heel veel bedrijven ook al hebben gedaan, hè, wat je ook zei terecht van oké, als je het niet meer kan betalen en het gaat om overleven, hè, tuurlijk. Maar dit zijn ook voorbeelden van oké, het gaat om overleven, waarbij je dus door kan slaan de verkeerde kant op. Dat is wat ik bedoel. Hè? Dus niet om nou direct te zeggen van oké, maar denk ook goed na over de rest van de acties die je doet. Absoluut. Want alles heeft natuurlijk impact op je merk. Menselijkheid, hè? Weet je, je had zo'n Amerikaanse werkgever die 400 man in een Zoom-call, gewoon tijdens de Zoom-call vertelde dat ze hun baan kwijt waren. Ja, jeetje jongen, dat is zo'n hardvochtigheid, wil je niet weten. Ja. Ga maar lezen wat er nu op dit moment allemaal gebeurt bij IBM. Ja. Dat is echt, joh, dat is met geen pen te beschrijven, maar ja, weet je. Ethiek moet uit jezelf komen. Je netjes gedragen moet uit jezelf komen. Ja. En zodra jij anderen om je heen, en dat zagen we ook bij een boek wat we schreven, Voodoo Marketing, waar we allerlei methoden hebben op een rijtje gezet van waar is het nog oké, en waar ga je over de scheef, bijvoorbeeld met dark design. Echt zo'n ding dat je mensen echt opzettelijk gewoon misleidt. Of die KLM advertenties van stoel naar Curaçao voor €450 en dan blijken in de komende 3 maanden precies 3 stoelen te zijn die voor dat tarief weggaan, maar ondertussen ben je lekker gemaakt, dan zit je toch al op die site en geef je €650 uit. Dat komt gewoon uit jezelf. En wat je ziet is, op het moment dat je de mensen om je heen niet meer als mensen beschouwt, maar als objecten, hè, van sales targets en Excel sheets, persoonlijke achtige ervaringen met dat fenomeen, dan is het ook makkelijk voor sommige mensen om dan gewoon daar heel onachtzaam in te zijn. Foute acties mee te doen. Maar ik heb het over redelijkheid. Ik heb het over normale ondernemers. De overleven is nummer 1. Je wilt door. Ja. En dat is ook in het belang van het grootste gedeelte van je werknemers vaak. En van je suppliers. En van je afnemers. En dan allemaal. De belasting. Dus onderaan de streep zou zijn, even resume, wel adverteren. Denk nu goed na over Als je kan, de boodschap. Doe het. Ja, als het kan. Je share voice hoger te krijgen dan wat hij was. Ja. Nee, dat kan ook nu, want het is goedkoper. Hè? Zo zie je al social media klikken, alles wordt goedkoper. Dus ga daar vooral gebruik van maken. De boodschap, daar kun je best wel iets in meenemen als het gaat om de crisis. En daarop inspelen op een manier. Ja. Alleen dan moet het wel, wat jij zei, hè, in ieder geval maatschappelijk belang hebben.
Ja. Of op de schaal van maatschappelijk belang en belang van je eigen organisatie moet je in ieder geval aan de goede kant van de streep zitten. Ja, als je in het midden zit, zit je al goed. Want dan wordt er een gedeeld belang voor ondersteld. Dus dat is ook goed. Ja. En dat nog weer extra benadrukken, heeft dat nog nut? Of moet je dat ik heb het getest op basis van, om die uitingen gelijk te maken, op basis van persberichten. Dus de vormgeving van het persbericht was bij alle merken hetzelfde. Behalve in de advertentievoorbeelden, want daar heb ik echt materiaal gebruikt. Maar maakt het dan nog uit hoe je het doet? Ja, je kan erover gaan adverteren dat je iets goed doet, maar het is misschien aardiger om dan ervoor te zorgen dat je dat meer op social media gewoon eens vertelt wat je gedaan hebt. Of via een interview met een van je, storytelling, van je personeelsleden die erover mag verkondigen of wat dan ook. Maar, en ook dan moet het weer niet een bedacht verhaal zijn, maar wel echt zijn. Want anders zou je ik ben veel te conservatief in misschien in die dingen. Ik heb zoiets van, nou ja, doe wat je kan, weet je. En doe goed. Ik ben bijvoorbeeld commissaris bij Univé dichtbij, verzekeringen. Ja. En daar had iemand op een gegeven moment ontdekking, of voor zichzelf meer het idee van, weet je, we hebben zoveel oudere leden ook. Die mensen zitten misschien allemaal alleen. We gaan ze gewoon bellen. Ja. En wel, ik heb een voorbeeld van iemand die ze belde van in de 80 en zo. En die meneer die begon zo wat te huilen. Die was echt zo geëmotioneerd. Van, die kreeg Univé aan de telefoon. En die zei van, ja, wat komen jullie doen hè? Op dit moment? Nou, niks meer. Bellen alleen om te zien hoe het met u gaat. Dat is alles. Ja. En toen ze zagen hoe dat overkwam, toen ze dat voelden, hebben ze het gelijk breed opgepakt. En zelfs geloof ik, al onze landelijke collega's hebben er ook allemaal mee gedaan toen. Ja. Ja, weet je. Maar hebben we daar een persbericht over verspreid? Nee. Ja, kijk, Univé is een coöperatie. Misschien is dat natuurlijker gedrag bij een coöperatie. Maar, want dat is sowieso al uit een gemeenschappelijk belang waarin je, wat je drijft als organisatie. Ja. Ja, ik heb zoiets van, ja, top. Wat een briljant idee om dat te doen. Ja, en laat het vervolg maar aan de mensen zelf over om erover te vertellen. Ja, want dat is weet je, en daar gaat het toch over. Ik bedoel, de wereld heeft behoefte, meer en meer behoefte aan dit soort gedrag. Ja, connectie. En empathisch vermogen. Ja. Ja, eens. Mooie afsluiter. Ronald, dank voor je tijd. Ja, man. Ik wil je niet nog meer van je... Ja, ga even naar mijn kleinkind. Ik wou net zeggen, van je van de tijd met je kleinkind beroven. Dus ontzettend bedankt voor het delen van je kennis en van het onderzoek. En ik eindig eigenlijk altijd de podcast met dezelfde zin. Dus dat doe ik nu ook weer. Laten we contact houden. Want je weet nooit wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, helemaal met je eens. Hartstikke goed. Groetjes daar en geef je kind een knuffel op afstand. Ja, dankjewel. Dag Ronald, doei. Dag. Super tof dat je deze video helemaal tot het einde hebt uitgekeken. Ben je al abonnee van mijn kanaal? En heb je de video ook al even een duimpje gegeven? Volg me op social media via de handle @askmatthijs of kijk eens op mijn website matthijskok.com.